De ambassadeur van de Verenigde Staten, mevrouw V. Hartog-Levin, bracht vandaag een bezoek aan de Philips van Hoorne. De ambassadeur kwam naar Weert om kennis te maken met zowel de leerlingen als gemeentelijke bestuurders in zaken het milieu. De ambassadeur bracht vanmiddag een bezoek aan Weert vanwege het feit dat de Philips van Hoorne meedoet aan het Globe-project. Dit is een onderwijsprogramma rond wetenschap en milieu. Globe is opgezet door haar landgenoot en oud-vicepresident Al Gore. Mevrouw V. Hartog-Levin werd op de Philips van Hoorne verwelkomd door de directie van de school, burgemeester Dijkstra en wethouder Litjes. Ook de gemeente draagt er steentje bij aan milieuontwikkelingen. Zo werd de ambassadeur geïnformeerd over het gemeentelijk beleid bij de biologische bestrijding van de eikenprocessierups. Het is niet zo vreemd dat de Weerterschool bezoek krijgt van een vooraanstaand persoon. De laatste 2 jaar zijn de VWO-klassen tijdens een jaarlijkse Globe Milieuconferentie in de prijzen gevallen. De Philips van Hoorne participeert in het Globe-project met HAVO, VWO en brugklassen. Mevrouw Hartog-Levin nam op de Philips ook deel aan een biologieles van de brugklas. Deze klas heeft een zomereik geadopteerd. Hierbij doen zij waarnemingen met betrekking tot de datum van bladverkleuring en bladafval in de herfst en bladontplooiing in de lente. Enkele leerlingen gaven tijdens de les een presentatie van de onderzoeksresultaten. En het bezoek op de Philips van Hoorne werd afgesloten met een kennismaking met brugklasleerlingen die het tweetalig onderwijs volgen.